Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Hé, hey, wat gaan we vandaag doen? Ah, tankrijden! Dat is er natuurlijk gereden, maar het is niet elke dag feest, hè? Nee. Ja, vandaag gaan we niet meer starten en rijden. Nee, we gaan natuurlijk vandaag even kijken sowieso naar die leiding, die warm werd, hè, van de luchtstarter. Dus we moeten even de terugslagklep eruit halen, even checken, want die blijft openstaan. Dan gaat hij misschien ook wel beter lopen daarna. Dus eigenlijk moeten we hem wel starten. Mooi, wil eigenlijk wel starten. Ja, maar kijk, de auto die ik denk dat we niet veel lucht meer hebben, gezegd. Of niet veel druk meer. Het is geen lucht, het is mengengas trouwens, CO2. Maar en die koppeling kijken, afstellen. Ja. Dus we moeten hem toch eigenlijk wel starten. Ja, dat zat ik net te denken. Oké, genoeg gekletst, laten we gaan beginnen. Laten we starten, oké. Let op. Oh nee, toch niet. Nou, het is best wel schoon nog. Hé, het is helemaal niet vuil hier. Oh, zelfs. Ik dacht al, heb je er al een poetsdoek bij? Maar dat is niet nodig. Ja, daar in de hoekje wel een beetje, maar ja, hè. Het is een tank. Ja, het valt ook wel mee. Het is ook echt voornamelijk wel diesel geweest, hoor. Ik denk dat als we die startleiding, daar die terugslagklep al eens herstellen, dan denk ik dat het al een stuk beter wordt. En wat ook wel, weet je waar ik ook aan zat te denken, hè? Zou het misschien ook niet mee te maken hebben dat als het ding gewoon zo stationair staat te draaien, dat die verstuivers gewoon maar een beetje liggen te pruttelen. Want we hebben er een heleboel getest en die waren eigenlijk goed. Maar zou het niet zo kunnen zijn als hij gewoon zomaar stationair draait, dat hij zo'n beetje... Pas als je gas geeft, dat hij dan veel meer verstuift, hè? Zeg maar te zeggen. Dat moet je zelf goed doen, denk ik. Ja. Gewoon een beetje in, maar dat maakt niet uit, dat hoort erbij. Ja, het olieverbruik is echt... Is heel weinig eigenlijk. Ja. Ja, daarom. We hebben dat gepeild. En dat is echt... Dat niveau is niet echt gedaald, om het zo maar te zeggen. Dus het is gewoon vooral onverbrande diesel wat eruit ligt te spetteren. Maar weet je wat ik ook bedacht? Kijk, die tank is waterdicht. Eigenlijk moet je het gewoon zien als één grote lekbak. Ja. Dus als we gewoon die dessels weer maken, zo licht... Dan moeten we alleen zo'n beeldspompje er ergens in hangen. En dan gewoon in een fles of zo. Dan zuigt hij gewoon alles eruit. Ja, precies. Ja. Ja, goed idee. Laat het doen. Ja, maar die oliekoeler moet er ook weer uit, hè. Daar moeten we ook steunen van maken en zo. Hij moet dieper ook, hè? Ja, die moet anders. Ja, maar dan moeten we, als we Pindakaas. Dat willen weten, moeten we denk ik eerst de motorkapper opleggen. En als we dat doen, dan moeten we eerst klaar zijn met de motor. Ja, dat is zo. Allemaal vet hier zo. Op de rembanden ook echt. Kan je dat filmen of niet? Nee. Ah. Het is niet zo heel comfortabel. Maar, hè? Kamperen in het motorruim, deel 2. Kamperen, ja. Ja, dat vatje hier zit een beetje onder de olie. Nou zit dit ook onder de olie. Ah. Wat ben je nou aan het losmaken? Een bout. Watch this. Hallo. Deze leiding werd heel heet, dat kun je ook wel zien, die is een andere kleur. Dus die klep die hier zit, die is niet oké. Oké. En deze sleutel is ook niet oké. Ja, hij is er al bijna af. Oh! Ja, dat is mooi. I found the problem! Klepje? Ja, die is kapot. Hè? Die stuk. Ja, dat wisten we wel, hè? Ja, klep toch? Hij valt helemaal uit elkaar als hem opengeschroefd. Echt? Ja. Ja, die maakt niet uit, heb je nog andere? Nee, kunnen we maken, let maar op dadelijk. Er is daar een klepje afgesprongen. Ik weet alleen niet meer hoe die in elkaar moet, dat kan ik ook niet weten. Dat is ook weer kijken. Oh, ik weet het wel. Zie? Kijk, dit moedje, dat hoort daarop. Ja. Dat veertje, die houdt dat veertje naar achter. Oh, ja. Kijk, die houdt gewoon het klepje zo onder spanning. Als hij eraf valt, blijft hij altijd openstaan. Ja. We hebben daar ook nog andere van, hè?
Maar dat hoeft niet, let maar op. Nou, dat scharnier van het pedaal, zeg maar. Ja. Als dat pedaal als scharnier, dan dient hij de stuurschuif van die bekrachtigingsschuif. Maar dat werkt gewoon. Ja, en dat scharniert ook gewoon. Maar als je, stel nou dat dat zwaar zou gaan, dat die ingedrukt bleef zitten, hè? Dan nog, als je met je hand het pedaal naar je toe trekt, dan trek je de stuurschuif weer terug in zijn ontspannen positie, om het zo maar te zeggen. Dus dan zou hij alsnog uit moeten trekken. Dat doet hij ook. Als je hem helemaal terug naar boven trekt, blijft hij bovenin staan. Ja, maar het is niet als je hem helemaal terug naar boven trekt. Het is alleen als jij je pedaal zeg maar uit je spelen drukt. Deze is lek. Ja, dat hebben we gisteren ondervonden, toch? Ik heb hem eruit gehaald, even kijken waar die lek is. Dit moet hierop afdichten, denk ik. Ik denk dat het wel oké is. Toch is die soort wel een beetje droog. Mooie spulletjes gehad weer, hè? Kijk hier dan. Heb je die gehad? Nou, die hebben we niet gehad. Die heb ik gewoon gekocht. Hé, hey, maar dat is om de periscoop in positie vast te houden, hè? Dus een palletje en dan klik. En dan kan die eruit en dan doe je hem. Hop, zo. En dan zit hij vast. Is het trouwens de diameter van die pin ook goed? Ja. Wat je daar niet naar gecheckt? Dat heb ik naar gecheckt, ja. Waar ligt die oorspronkelijk eigenlijk? Geef die maar even aan mij. Doe er maar een beetje vet aan dan. Nou, dan even kopen vet aan. Hé, hey, maar kijk wat we nog hebben, Dirk. Kijk hier. Ja, die kan ik er al volop doen. Dit is het knopje van de brandstofpomp. Oh, oh, hij past hoor. Ja, hij past zeker. Oh, en deze. Zijn we de draai dan? Kijk, dat past niet. Ah, een grapje. Dat verdient nog enige aandacht, denk ik, maar... Die moeten we tappen. Ja, die moeten we aanpassen. Oeh, hey. Oh, maar dat is fijn. Tenminste, weer gewoon slingers aan die draaibank. Dat werkt echt wel 10 keer fijner. Pak deze eens maar aan. Ja, oké. Deze. Plop. Plop. Yes. Hey, ik zie je. Hey, ik zie je ook. Hey. Je hebt nog een periscoop voor je hoofd. Jij bent klein. Hier, kijk eens. Kupper. Kupper Gries. Ben je mal? Ik heb een pal. Kupper Gries. Oh, dat is mooi. Dat is wel leuk. Ja, dat is dikke chap. Zoveel hoeft er niet op, hoor. Nee, dat weet ik. Maar je vindt het wel fijn, hè? De meneer nodig, of ja, niet? Ja, die heb ik erg hard nodig. Maar dat gaat denk ik niet met die vuil. Hé, hey, het ruikt niet merkwaardig. Wat zit jij te doen, joh? Zit jij daar in de happy space te poepen, Dirk? Nee, echt niet. Waarom denk je dat ik op een gepaste afstand ga staan? Je mag niet in de tankscheepjes laten, dat mag niet. Dat is echt gewoon, dat is gewoon niet collegiaal. Maar voor de tank wel. Dat het niet mag. Voor de tank, ja, voor de tank wel. Mag niet in de werkplaats, kun je beter zeggen. Nou, dan kunnen we net zo goed allemaal naar huis gaan. En Job was ergste. Die heeft echt een smerige scheet gelaten alle tijden en die wil niet toegeven. Dat is echt een behoorlijk punt. Ik ben eventjes het afdichtingsrubber van de periscoop aan het inpappen met vaseline, want hij schuift er niet zo soepeltjes in. Maar nu zal het wel beter gaan, denk ik. Die is bijna op.
Ja, dat klopt. Waar is die allemaal gebleven, joh? Dan kunnen we dan een officieel spul daarvoor bestellen. Ja, maar er bestaat gewoon een officiële vaseline. Dat zit in een blauwe pot met rode deksel. Dat is gewoon industrieel, hè? Ja, we hadden altijd van het wit vet, maar dat was ook gewoon montagevet, maar dat was ook een soort, daar moest ook altijd afdichting en zo mee worden ingesmeerd als die gemonteerd werden, maar ik weet eigenlijk niet precies wat voor spul dat het was. Maar jij hebt ook schoenpoetsen, dat is ook vaseline, hè? Nou, ik ga dit niet insmeren met schoenpoetsen, toch? Ja, dat is om je schoenen te poetsen, dat doe je toch ook met vaseline, hè? Zo. Aha. Oh. Tangetje. Ja, dat dit het nog niet makkelijk gaat. Oh jee, onze schroefdraad. Dus we moeten gewoon echt met iets anders door doen eerst. Ja, maar dan moeten we wel iets hebben met die draad. Ja. We hebben het originele palletje hebben dan. Hoor. Zoiets moet erin, anders dan... Ja, dit is. Wordt het hem niet? Ja, daar zit een bult roest in, maar je kunt er ook niet echt bij met een tap of zo. Hè. Het zit niet echt op een plek. Met je draadvel kun je ook niks uitrichten daar. Nee, ik heb het al geprobeerd, maar dat moet heel tijd scheef. En een draadvel scheef gaat het niet worden. Nee, dat gaat niet. De betonschaar en ons net gemaakte busje. Kijk, dit was net even een probeerseltje. Kijk, het is zo'nzelfde busje en dan een paar keer plat geknepen. Die gaan wij gebruiken om staalkabel in een lusje vast te houden. We hadden eerst een stukje koperleiding gedaan, maar dat werkt niet. En we zouden daar ook je hebt van die speciale busjes met van die schroefjes erin natuurlijk. Maar we vonden dit eigenlijk wel net zo goed, want het hoeft eigenlijk niet meer los te kunnen. Als het dadelijk vast zit is het gewoon goed. Dus laten we dit erop knutselen. Zal ik hem jou overhandigen ook, Dirk? Die lekkage is waarschijnlijk verholpen. We hebben dat terugslagwerkje dat is gechefd. Ja, dat gaan we goed doen. We hebben die koppelingsmechanisme hebben we ook bijgespannen. Oh, we hebben de rem nog niet aangedraaid. Ja, dat moeten we nu even proberen. De stuurhendels die gaan helemaal naar achteren. Dan gaan ze over center, lijkt het wel. En dan moet je ze met heel veel kracht terug naar voren toe drukken. Lijkt erop dat we de rembanden iets aan moeten spannen, dat die hendels iets minder ver gaan en dan kun je ze wel gewoon makkelijker terug naar voren toe duwen. Nee. En dan is dat eigenlijk weer klaar al, hè? Ja, ik ga nou even terug. Ik ben benieuwd of dat ding nog lekt. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, eigenlijk. En dan moeten we nog een andere compressor hebben, in principe, toch? Ja, dat klopt. Had iemand dan de compressor ons aangeboden, dus we moeten even kijken. Dat is alleen het losse compressortje, dus moeten we ook wel... Wat gebeurt er nou dan? Ja, wat denk je? Bak. De bak die valt op. Oh, je duikt hier op de bak op, of wat? Ja. Zie zo. Man. Ja, niet helemaal, want er ligt wel zeg maar een knopje naast. Dat is een beetje jammer. Ja, hmm. Ik denk, nou dat het opdoeken of niet? Ja. Het blijft gewoon lekker, want er staat aan de andere kant staat er ook gewoon diesel op, hè? Er staat aan twee kanten diesel. Dat maakt echt geen zak uit. Ja, maar hij lekt misschien wel niet van de drukzijde, zeg maar, af. Hij lekt misschien dat wel... Dat maakt niet uit. Hè? Dat maakt niet uit. Ja, maar er zit een kraantje, daar zit toch een... Daar komt toch een asje uit? De asje... Ja, ik snap het al. Ik denk wel dat die... Dat die afdichting, maar die kunnen we niet vervangen, die afdichting. Daar hebben ze ook in elkaar gezet, dus dat kun je vervangen. Ja, ik heb hem er wel uitgehaald, maar die afdichting heb je niet. Want je kunt die moer, zeg maar, die daar zit. Ja, die afdichting, dat is een heel raar geval. Dat is een soort ring. Met, gewoon een ring eigenlijk. Ik zal hem wel even eruit halen, dan kunnen we even kijken. Oké, okay. Ja, ik kan hem eerst nog een keer op druk zetten. Ik kan kijken of hij hier nou dicht is. Ja, ik kom maar even kijken waar het doen is hoor. Ja. Kijk, daar zeg maar, dat is een kraantje. En dat kraantje dat wordt gebruikt om te ontluchten. Wat je eigenlijk doet, je pompt de brandstof op met de pomp. Die zit daar, deze hendel. Zo.
Dan komt er nou extra veel diesel uit bij Dirk nu natuurlijk als ik nou ga pompen. Maar dan bouw je dus druk op en dan vervolgens dan draai je dus dat kraantje. Dat draai je dan open en dan komt daar de lucht eruit. Maar dat kraantje dat blijft maar lekken. Die lekbak die daar eronder stond, die was al voor de helft gevuld, zeg maar, van alles wat er al uitgedruppeld was. Very nice. Wat heb je? Ja, dit is... Dat is mooi, hè? Kan hij er ook... Dit is leuk. Kan hij er ook uit? Ja, nou kan je brandstof eruit pompen daar. Je kunt er daar in feite van alles tussen zetten. Hè? Als dit de kraantje nou echt niet blijft, als dat blijft lekken, dan kunnen we er ook gewoon een kogelkraantje tussen zetten. Waar is mijn slangklem? Heb jij die gezien? Daar ligt de slangklem met die boutjes. Ja, maar er moet er nog eentje zijn. Zie jij die vanaf daar liggen? Nee. Zwembad. Tijd voor een nieuw waan. Uh-oh. Oké, laat hem mee doen inderdaad. Ik heb hem. Oké. Waar is hij dan? Wat makkelijk uit elkaar in ieder geval. Ja, ik heb dit natuurlijk al een keer gedaan. Ja. Ja, afdichting. Dat is hem, ja. Oh, maar dan moet het ding. Als daar zo'n losje zat, moet hij niet gewoon een stuk vaster worden gedraaid. Nee, zodat je de rubber een beetje explodeert. Ik heb hem echt al best wel vast gedraaid. Ik had hem al veel vaster gedraaid dan dat hij zat. En kijk, het is gewoon lomp. Als hij dit andersom had gemaakt, dat deze gewoon daar zat. Andersom, deze daar. Dan had het gewoon goed geweest. Dat maakt niet zoveel uit. Staat aan twee kanten staat diesel. Dus nee, aan één kant. Hè. Aan de andere kant gaat naar ontluchting van de tank. Ja, maar die gaat wel, loopt wel omhoog volgens mij. Ja, helemaal omhoog naar het bovenste punt van de dan tank. Dan blijft er toch altijd diesel in staan. Dus dan loopt, loopt die leiding toch altijd leeg. Dat wel, ja. Ja, dat wil ik zeggen. Dus dat lekt toch hoe dan ook. Moet gewoon dicht zijn. De rubber moet ook dicht zijn. Maar misschien, hè. Ja, dit is ook al ziet er niet zo slecht uit. Nee, maar kijk, dit is het probleem. Dit is gewoon te los. Ja, daarom als je die, misschien dat de rubber ooit soepeler was. En als je dit aandraait, zeg maar, en dat rubber wordt platgerukt, dan wordt dat een beetje geëxtrudeerd aan naartoe, zeg maar. En dan komt het er strakker omheen te liggen. Ja, dat is het idee. Kunnen we niet, ik heb een idee. Ja, ik kan ook gewoon kogelkraan tussen zetten. Ik kan Phyton tegen diesel. Ja. Het rubber zelf ziet er eigenlijk helemaal niet slecht uit. Het is zelfs nog soepel. Geen scheurtjes of zo, dus dat is eigenlijk. Ik zeg dat eigenlijk gewoon goed zou moeten zijn. Maar... Erin? Ja, dat hoort hem denk ik niet. Dit mag ik zo doen. Ja, precies. Met zijn dingen, met die lip richting de drukkant. Ja, dat is goed. Kan ook niet anders misschien. Krijgen we het ook niet meer dicht. Ja. Nou, misschien. Ik denk dat ik weet hoe we dit op moeten lossen. Let op. We kunnen eens even kijken in combinatie met z'n ogen. Deze erin doen, zo. Dan deze erin. We moeten even erin. Oh. Eigenlijk moet hier eerst in. Laten we dat wel doen. Dan deze. Ja, een o-ringetje erop leggen nog. Deze, die past natuurlijk die precies niet op. Nee, dan moet je net een maat kleiner hebben nog. Eentje kleiner, deze. Ja, dit is... Oh, hier, kijk, let op. Die leggen we daar op. Kijk, als hij hem daar in de rubber een beetje bij elkaar op kan sluiten. En dan schrijf deze dan. Misschien moeten we hier een andere voor pakken. Oh, nee. Huh? Ja, je kunt er zelfs nog een tweede o-ring op leggen. Het is wel een afdichting op een afdichting. Het is eigenlijk niet helemaal... Ik denk dat het goed is zo. Ja, als het maar...
Het mag wel een beetje zweten, dat is niet zo erg. Nee, dat mag niet. Ja. Dan kunnen gerust gewoon een originele afdichting zoeken, want dat is natuurlijk nooit helemaal dicht, hè? Jawel, hè? Dit is perfect zo. Ja, 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 dan mag je hopen. Het is, ik denk dat het wel kan werken, maar... Ja, nou voel je weerstand hoor. Dit is, daar gebeurt wel iets. Ik denk het toch eventjes. Ik moet het anders doen. Ja, zeg. Ik moet heel even blijven zitten zo. Ja, ik zit makkelijk hier. Hè. Kijk eens hoe. Hé, hij zit er niet door. Mooi. Beetje clean, hè? Even kijken of hij het doet, hè? Wat denk je? Ik denk het wel. Zou wel leuk zijn. Wow. Hij gaat wel open. Je moet hem wel dicht draaien dit keer. Ja, dat is niet erg. Oké? Oké, ik ga er even bij zitten. Jo. Ik zou zeggen, pomp maar brandstof op. Nou lekt hij nog niks, hè? Let op. Ja, de gebloedel en zo wat je hoort is geen diesel wat lekt, hè? Nou, ik zie ook niks druppen. Voorheen was het echt al, was het ja, al een zee van diesel, joh. Ik denk dat hij wel een beetje zal zweten straks, maar dat maakt niks uit, man. Haal een keer een doekje langs. Ik denk, nee, ik denk dat hij gewoon een leakbol gerepareerd is. Ja, afdichting op afdichting, dat is niet de manier, Rijk. Erik, dat weet je wel. Ja, maar rubber op rubber gaat wel, hoor. Ja. Nee, oké, hij zal misschien wel lekken, maar hij is nou goed voor nu. Is toch perfect? Als alles zo lek dicht is aan deze tank, dan zijn we wel blij, hoor. Ja, dan waren we wel klaar. Maar oké. Nou, perfect. Hey, weet je wat ik ook trouwens nog gemaakt heb vandaag? Wat heb je nog gemaakt dan? De olietemperatuur. Oh, hey, was die kabel los? Ja. Ah. Die springt alleen wel weer zo af, dus dat is niet alles. Dat is een beetje jammer dan. Hey, kunnen we ons kabeltje ook nog maken, hè? Het is al een beetje knutsel in de happy space, inderdaad. Zullen we even deze een beetje losser zetten dan eens, denk ik? Ja, die moet je dan losdraaien. Ja, even helemaal erin draaien. Ja, ik heb daar niks voor. Ja, hier, het is, dit is dus het probleem. Ik kom even mee filmen, hè. Pas op. Met je hoofd. Kijk, deze, hè. Dit ding moet je inknijpen op het moment dat je schakelt. Er loopt dus een staafkabeltje, loopt daar een palletje daar, zeg maar. Hup, daar zo. Even schakelen, zie je hem. Probeer maar eens. Kijk, ja, zie je? Die trekt daar aan en dan moet eigenlijk dat ding daar moet eigenlijk gaan draaien. Maar ja, dat doet hij dus niet. Die kabel die is helemaal... Nou, die kabel niet. Het probleem is dat busje. Aangeknepen busje. Dit is van koper en dat die dingetje. Dat,
Dat schuift er doorheen. Maar daar hebben we nou deze voor. Wow, je ziet het niet. Een beetje bij. Daar, dat stalen busje heb ik net geslepen, die kan daarop. Oké, dan ga ik die kabel even demonteren. Ja. Kijk. Brr. Ja. Dit wordt een spatbord bouwpakket. Eerst even naast de tank houden om te passen. Dat is goed dat we dat doen. We doen een stukje van aftjakken. Ja, kijk, weet genoeg. Hier gaan we er een hoekje van afhalen daar. Waarom wat niet lukt? De kamertje ook niet los te krijgen. Nou? Die buiskamer stroomt je op in het huisje. Oh. Passen. Oh, wacht. Dit is toch een gigant. Ah. Oh, zit daar verder in de hoek. Palletje zit maar een beetje in de pad. Misschien een hoekje eraf halen hier. De rest komt wel goed. Ah, sneaky snails. Nou, daar hebben ze ook gewoon een hapje uitgehaald om het passend te krijgen. Dat komt ook goed. In ieder geval netjes haaks, dat is wel het belangrijkste. Twee boutjes. Ja, dat is hem. Die moet erop dadelijk. Oeh, very nice. Even kijken. Ja. Schakelbekrachtiging. Oh. Kijk, hè. Kijk. Ja, dat is gewoon die lucht in de lijn. Dat ding heeft helemaal geen opbrengst, hè. Nee. Dat zijn geen liters die hij verpompt.
dat bedoel ik. Een beetje. Het lipje is een beetje krom daar. Maar... Schreubel allemaal. Nou, zo. Ben ik benieuwd, dan zou die misschien wel een stukje makkelijker gaan dan straks. Ik vind die gaven, die deugt ook niet helemaal. Die moet een beetje opboren. Alle motorolie die we verloren zijn, zit hier in die CO2 fles nu. Kan niet, de kraan is dicht. Ja, het is er echt zo. Ja, very nice. Laat ik deze erbij bakken. Kijk. Wat gaan we doen? Nou, we gaan even zorgen dat die bouten goed passen. Doet hij wel. Hier zijn ze. Hadden ze nog niet eens uitgepakt. Het zijn de kleine haakjes. Ik heb geen idee waar ze voor zijn, maar ik heb ze nagetekend van het oorspronkelijke spatbord. Ah, dit is hem. Kijk, hij moet onder de deur door. Waar doen we dit? Kant, hij moet hier zo bij. Hier is hij. Daar. Daar moet hij. Oh. Heb je gekeken hoeveel druk we nog hadden? Hoeveel bar denk je dat we nodig hebben om te starten? Ja, dat weten we niet, want dan kun je weet niet hoeveel we nodig hebben. Jawel, ik weet wel. Maar je weet hoeveel we nodig hebben, maar dan weet je niet hoeveel we nodig hadden om te starten. Nee, maar met deze puffje start hij nog wel. Net, denk ik. Dit was 40 bar. Juist. Hey. Dus ik denk dat met 60 bar start hij gewoon. Vrijwel zeker. Ja, maar dat is goed toch? Dat is helemaal niet veel. Nee, want hij deed het hier nog wel. Ja. Wel, was wel de grens. Ja, dat was de grens, maar ik denk dus met 40, of met de... 65 bar van doet je het tip top. Ja. Ja, dus dat is goed. Dat is helemaal niet gek hoor. Ah, nou mooi. Watch.
een controlesticker. Ik denk, hè, dat we het toch nog anders moeten doen. Dit was het, denk ik. Comments. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Het is tijd. Veel te snel alweer natuurlijk, hè. Hoor je dat, Dirk? Nee, ik ben het. Oké, nou dan veel plezier nog. Nee, je moet het gaan afsluiten. Het is tijd, joh. Dus laten we de reacties nog even gaan lezen. En dan de boel afsluiten. Zo. Oh, eerst uit. Kom eens even uit, want... Ah, dan vind ik de kijkers wel fijn. Het staat allemaal te blazen, dat ding. Dat is niet handig. Even kijken hoor. Dan pak ik even de reacties erbij. Het was vandaag iets minder spectaculair, maar ja, goed. We hebben ook korter gewerkt, hè? Dus. Ja, dat is zo. We moesten nog wat andere dingen regelen en zo. Dus, maar ja, goed. De reacties op vlog nummer 239. De eerste meters met de tank rijden. De eerste reactie is van Soepvork. De nieuws. Skies above the Netherlands are the cleanest in 60 years. Do the lockdown. Master Milo, let me start my tank. Nou, ik denk dat wij nog veel keren kunnen starten, willen we dat compenseren. I think we can start it so many times to compensate. I think all the airplanes on the ground and stuff like that, that will do well, good for the pollution, huh? I think. Oké. John Turner. Oh, the pollution levels are so low, I can see the exhaust from Britain. Nice. Mikolovic. One cylinder not working would get you an intermittent but cyclic white puff of smoke. Here it's a continuous stream of white smoke and raw fuel. There is not enough injection timing advance, so it's dumping unburned fuel in the exhaust. You need more advance, and somebody mentioned that you maybe were in winter injection setting on the fuel rack. So you are way richer than it should. Well, we tried the timing yesterday, and we set it one tooth in advance and one tooth in delay. We had it one tooth in advance. That was better. That was the last time you saw it running and when it was entering the workshop. And at that moment we had a lot less smoke than at first. Well, today we discovered, yesterday we discovered one of the check valves for the
for the air starter didn't work because the small nut which retained the spring which retracts the valve of this check valve was loose, and therefore the valve was open. We discovered because one of the air starter lines became hot, and that's also it will cause compression loss, of course. And we also saw that the air system also failed with unburned diesel. So that cylinder probably wasn't firing. We have solved that now, so we should check it later and see if it's better. And then I was also told that if these engines are cold, and that was what it still was, because it was like 30 or 40 degrees maybe in the cooling system, and then it's still not warmed up, and it's normal, it's spitting out unburned diesel or oil. It burns 1 liter oil on every 20 liters diesel, and that's within spec. That's what the book says. So it uses out a lot of oil. So okay, well the engine, it started pretty good, and it also runs pretty smooth. So I think with this check valve, I think we are within spec. Huh? Thank you, Derek. Yeah, I get nog wel iets ontdekt. Oh. Nou? Het is niet alleen die checkvelf die zo op diesel sproeit hoor. Wat dan nog? Nou, die checkvelf zit aan die kant. En toen we die ejector tubes niet aan hadden gesloten, hadden we bij de kanten al spetters. Dus, ja, dat zijn twee kanten. Ja, maar daarom, dat is wat ik net ook zeg. Omdat hij gewoon nog steeds niet warm is geweest. Dat is gewoon normaal. Ja, maar hij zit er nog een thermostaat in. Dus hij kan niet warm worden. Dan moet je de kraan moeten we dicht zetten. Yeah. He said it was on both sides that he was spitting oil or diesel. Probably the most which is spitting out is unburned diesel, I think, because the oil level, well, it's not quickly dropping or something. We measured the oil level, and it's not that it's drinking oil a lot. Oké, okay. Want even kijken, die Scott die had ook nog bericht, hè? Ik zal even kijken. Ja, die zei ook zoiets, dat die ook een probleem had. Ja. Dat was wel erg groot, hè. Ja. Wel, they are busy working on a T62 tank. And they also had the exact same issue. Yeah, he said, "Hey buddy, we finally got our tank driving. I was wondering, does your new rebuilt engine spit out lots of oil? I heard this is normal for these tanks. Ours does. However, since we have started driving, I have found a spot where oil leak is from the head. So they have some other issues as well. But also the oil spitting thing. Well, it seems normal on a cold engine." I think that's Russian. Okay. Goed, mensen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende.